Hoi allemaal, welkom bij deze geschiedenisles. Vandaag gaan we kijken naar een persoon die echt bestaan heeft. Dit verhaal komt uit het tweede decennium van de 17e eeuw, maar dit is geen ouderwetse geschiedenis. Het kan nog steeds indruk maken. Hier, een kijkwijzer. Dat wil ik even zeggen, voordat we beginnen in een museum. Het is absoluut niet moeilijk om vrouwelijke modellen en vrouwelijke lichamen te vinden in zo'n museum. Wat al deze voorbeelden gemeen hebben, is dat ze geschilderd zijn door mannen. De schilderwereld was namelijk een mannenwereld, waarin je bijna geen vrouwelijke schilders tegenkwam. Maar er zijn een paar uitzonderingen, en van die uitzonderingen springt er één bovenuit. Dat is deze. Een Italiaanse kunstschilder, geboren in 1593. Artemisia Gentileschi. Net als haar beroemde collega's Leonardo en Michelangelo, werd Artemisia bekend met alleen haar voornaam. En Artemisia Gentileschi was niet zomaar een schilder, maar een hele goede schilder. Dat bewijst dit doek, dat ze geschilderd heeft toen ze 17 jaar oud was. En hier kun je al zien waar haar werk later bekend door ging worden. In de 17e eeuw kwam je bijna geen vrouwen tegen in de schilderwereld. Alleen als een vader schilder wordt, kon een dochter ook schilder worden. Als je in deze tijd schilder wilde worden, moest je in de leer bij een andere schilder. Orazio regelde voor zijn jonge dochter een leraar, Tassi. Een vriend van Artemisia's vader, die bijzonder goed was in het tekenen van landschappen. Hij kreeg de huissleutel en hij werd de privéleraar van Artemisia. Maar hij hield zich niet aan zijn opdracht. Tassi flirtte met Artemisia en forceerde haar daarna om seksueel contact met haar te hebben, ondanks dat Artemisia duidelijk weigerde. Tassi beloofde haar van alles, waaronder een huwelijk, als ze zich niet meer zou verzetten. Artemisia, minderjarig, weet niet zo goed wat ze ermee moet doen en gaat maar akkoord, ook om haar vader geen teleur te stellen. De verantwoordelijkheid lag natuurlijk bij Tassi, degene die over de grens ging, en niet bij Artemisia, degene die dit overkwam. Maart 1612, wanneer Orazio Tassi voor de rechter sleept. De rechter vraagt Artemisia of ze wil vertellen wat er gebeurd is. Artemisia werd niet geloofd. Terwijl ze haar getuigenis aflegde, werd Artemisia gemarteld. Het proces duurde een jaar. Uiteindelijk werd Tassi schuldig verklaard, maar omdat hij bevriend was met de paus, hoefde hij nooit een straf uit te zitten. De piepjonge Artemisia zou dit nooit vergeten. Artemisia trouwt en begint een nieuw leven in Florence. Daar, in Florence, hangt nog altijd haar meest beroemde schilderij. Het Uffizi is een enorm museum met veel wereldberoemde werken. Ik was er in de zomer van 2021. En één zaal die maakte veel indruk. De zaal van Artemisia. In die zaal valt steeds een stilte als bezoekers voor het eerst haar werk zien. Er klinken ook schrikgeluiden. Artemisia begon in 1612 met het schilderen van dit verhaal uit het Oude Testament. Dit schilderij is ouder dan de Nachtwacht, maar in onze ogen nog best wel modern. Net een bevroren scène uit een film. Het is een gedetailleerd en ongewoon gewelddadig schilderij. Holofernes sputtert tegen, Abra houdt zijn lichaam vast, Judith zonder angst en met opgestroopte mouwen verwijdert het hoofd van Holofernes. Bloed spat alle kanten. Het is heel duidelijk wie dit gevecht gaat winnen. De twee vrouwen. Nou, het is zeker niet de eerste keer dat dit verhaal werd afgebeeld door een schilder. De redding van Palestina door Judith is populair in de middeleeuwen en in de renaissance. Maar Artemisia doet er iets bijzonders mee. Ze schildert dit verhaal niet ervoor, niet daarna, maar tijdens. De compositie is slim. Alle aandacht gaat op deze manier naar de onthoofding. En Judith lijkt hier verdacht veel op Artemisia zelf. Het is ook geen toeval als we deze spetters volgen dat je bij de armband komt waar AG staat, de initialen van Artemisia Gentileschi. Het is ook wel de uitdrukking van Artemisia's diepe en diepe haat tegenover haar oude leraar. Artemisia neemt wraak op een hele gewelddadige manier, maar zonder geweld te gebruiken.
Dat zou ze haar hele leven blijven doen. Artemisia heeft een carrière van 40 jaar en dat thema komt steeds terug. En steeds zijn vrouwen het sterkste. Het is bijzonder dat Artemisia Gentileschi's talent werd opgemerkt. Artemisia was één van de eerste vrouwelijke schilders die werd bewonderd. Ze was onafhankelijk en werkte voor de machtigste mannen, zoals de Engelse en de Spaanse vorst. En toen overleed ze plotseling aan de pest. Daarna werd Artemisia Gentileschi vergeten, 350 jaar lang. In de jaren 70 werd haar verhaal populairder en tegenwoordig wordt ze gezien als een beroemd schilder. Haar werk hangt overal ter wereld, omdat ze een getalenteerd schilder was en omdat haar verhaal zowel van toen als van nu was. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die over de grens gaat en niet bij degene die het overkomt. Artemisia werd niet geloofd, ze werd gemarteld, maar alle pijn overleefde ze en ze kwam er sterker uit, als een vlinder die zich ontpopte en tijdloos werd.